Alexander, wat is jullie in hemelsnaam overkomen vandaag? Ja, hele zware teleurstelling. En deze klap moeten we nog eventjes verwerken, omdat dit is onacceptabel. Ik had eigenlijk het gevoel dat jullie vandaag de tweede divisionist waren. Ja, ik denk dat van de zijkant op een moment lijkt het zo. En zeker als je 4-1 thuis verliest, ik denk dat wij moeten totaal niet excuses zoeken of zoiets. Wat ik zei net, is totaal Utrecht onwaardig en onacceptabel om hier 4-1 van Spakenburg te verliezen, met alle respect. Ja. Waarin ging het vandaag fout, volgens jou? Met name in energie. En wij kunnen praten over tactiek of wat dan ook. Maar alles mee te maken met bereidheid. En ik denk dat hun hebben dat wel getoond vanaf het moment 1. En ik denk dat dat is wel de minpunt van ons. Ja. En dan zie je. Dan loopt de wedstrijd. Krijg je ook hele makkelijke goals tegen. En dan loop je tegen een feit aan. Ja. Waarom is er blijkbaar niet goed genoeg het besef geweest in de groep dat jullie spelen voor de groepsfase van de Europa League? Wat je kan behalen als je die beker wint. Nou, ik denk dat besef was wel geweest. Alleen maar, ja, wat ik zei net, ik denk dat wij hebben weinig laten zien dat wij waren beseft. Mm-hmm. Ja, over dat. Wat heb je na de wedstrijd tegen ze gezegd? Ben je uit je plaat gegaan? Nee. Kijk, dus, het is heel weinig nut om nu iets te zeggen, omdat er was heel stil in de kleedkamer. Hun beseffen wel. Dus ik denk dat praten over deze wedstrijd, over de volgende wedstrijd, dat komt pas morgen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dit toch ook wel een bepaalde reactie vraagt. Dat zeker, maar wat ik zei net, ik denk dat gaat morgen komen. En nu naar de wedstrijd, ik denk dat als wij gaan nu heel emotioneel geworden, misschien is dat niet verstandig. Nee. Voor jou ook wel een vervelend iets zo. Dan ben je 1 keer hoofdtrainer vandaag voor 1 dag en overkomt je dit? Ja, kijk eens, wat ik zei net, als dat de reden is, dan hebben we als een groep een heel groot probleem. En dat hoop ik niet.